Maar wat wij u te bieden hebben zijn een heleboel diensten. We bieden het luisterend oor. En wat wij doen is kijken wie bent u, wat is uw verhaal en waar heeft u ondersteuning in nodig. Nou en vandaag, ja dan zijn we hier om u eigenlijk te verwennen. Om het gewoon leuk en gezellig te hebben met elkaar. En dat doen we door middel van de high tea waarmee men al is begonnen met het uitserveren. Omdat we al zo'n grote toeloop hadden dat het gewoon meer tijd kost om allemaal te gaan zitten. Maar laat u zich gewoon lekker verwennen, maakt u gebruik van al het lekkers wat er op tafel staat. Ik heb nog wel even een vraag aan jullie allemaal. Een belangrijke vraag. Kan iedereen Twents verstaan? Plat? Nee? Ik zie er doorheen en steek een vinger op. Ik weet zeker dat ze het kan verstaan. Wil het gewoon niet. Wil het gewoon niet horen. Ja, die ken ik toevallig. Heb al die bij Albert Heijn werd. Ja, kijk. U bent een mantelzorger, heb ik begrepen. Voor wie heeft u de zorg? Nou, ik heb de zorg voor mijn zoontje. Die heeft het Coffin-Siering-syndroom. En ik heb de zorg voor mijn vrouw. Zij heeft PPMS. Hoe ervaart u het om mantelzorger te zijn? Ja, hoe ervaart u het? Ja, ik heb gewoon de volledige zorg nu. En ik heb mijn eigen werk moeten opgeven hiervoor. En ja, het is best wel pittig. Je mist het sociale gebeuren verder rondom. Maar ik ben blij dat het zo kan. Wat vindt u van deze middag? Ja, super. Goed georganiseerd. Het is topgezelschap. En wat vindt u ervan? Ik sluit me hierbij aan. Ik vind het precies hetzelfde. En ja, heerlijk. Heel gezellig met iedereen zo. U bent er echt even uit? Ja, ja, absoluut. Ja. En dat geldt ook voor u? Ja, klopt. Bent u zelf mantelzorger of wat er voor u gezorgd? Nee, ik ben mantelzorger, ja, voor de broer van mijn vrouw. En hoe ervaart u het feit dat u mantelzorger bent? Af en toe heel belastend. Maar als je met z'n tweeën bent, kun je het wat makkelijker verdelen. Want er zijn situaties die ik niet altijd kan oplossen en niet altijd kan helpen. En daar moet ik mijn grenzen in kennen. Ik ben mantelzorger van mijn zoon. Ja. Hoe ervaart u uw taak? Wel zwaar. En je moet het gewoon aanvaarden. Ja. Zo'n middag kan uw taak een beetje verlichten. Ja, ik krijg gewoon iets andere gedachten. Ja, je bent even weg, hè. Deze middag is dus bedoeld voor mantelzorgers die in een thuissituatie te maken hebben met iemand die ziek is. Wat is de bedoeling van de middag? Deze middag is bedoeld als een ontspannende middag. Gewoon even leuk, even tijd voor jezelf, dat vooral. De meeste mantelzorgers zijn eigenlijk altijd bezig voor de ander. En vergeten zichzelf nogal eens een keertje.